Goedemorgen allemaal. Volgens mij zijn we lekker op tijd. Ik dacht, ik zet hem iets eerder aan. Ik ga jullie eventjes opzoeken. Dat is altijd weer een dingetje. Facebook zat iets vertraagd dan de livestream op zichzelf. Dus een moment, s'il vous plaît. En als het goed is, zijn we er dan zo meteen. Even kijken waar ik sta. Hier ben ik ergens. Nou, welkom. Oh, jullie zijn er al. Gezellig. Ik hoop dat jullie dat ik goed in beeld ben en dat ik verstaanbaar ben. En dan gaan we lekker aan de gang. Welkom. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Goedemorgen, Tineke, Wendy en Wilma. Hallo, Bekus. Ja, dat klinkt wel gezellig, Wendy. Goedemorgen. Ik ben nog even lekker aan een warme thee. Nou, dat is op zich niet heel erg koud. Ik heb de houtkachel lekker aanstaan hier. Dus die het is altijd gezellige warmte, vind ik dat altijd. Goedemorgen. Nou, enthousiast jongens. Weer een week voorbij, inderdaad. Agnita, zo gaat dat. Dat gaat ook wel heel erg razendsnel. Goedemorgen, ga gezellig meekijken. Nou, leuk, welkom Monique. Lekker verkouden hier, Astrid. Nou, dat is... nee, ik heb geen last van verkoudheid. Ja, ik praat altijd een beetje verkouden, maar dat is... ik ben niet verkouden. Je bent goed te zien en te horen. Goed zo, Tineke. Fijn, dankjewel. Wanneer ik een melding ontvang van de nodige materialen. Lin, ik zet dat. Als ik live stream, dan. Natuurlijk bereid ik dat enigszins voor. Maar het komt heel vaak voor dat ik artikelen gebruik waarvan ik van tevoren eigenlijk helemaal niet bedacht had dat ik die zou gebruiken. Dus wat ik altijd doe is na de livestream, dan ga ik even alle artikelen verzamelen die ik gebruikt heb. En die zet ik altijd bovenin. Dus je ziet als goed is nu Kuppers Hobby en dan staat er altijd een verhaaltje. We gaan nu aan het werken met vliegeren met embossingpoeder, zoiets staat er. En daaronder, daar ga ik zo meteen de lijst van de gebruikte artikelen neerzetten. Dus dat duurt eventjes vaak een half uurtje daarna of zo, maar dan vind je altijd bij elke live uitzending, vind je daar de gebruikte materialen. Dus stel nou dat je de live uitzending van vorige week graag wil weten welke materialen er zijn gebruikt, dan vind je dat onder dat kopje van vorige week. En als je via YouTube kijkt, dan vind je ook altijd wel de gebruikte artikelen even in de omschrijving van de YouTube filmpje. Dus ik probeer het altijd, maar dat kan ik van tevoren eigenlijk nooit doen, omdat een live niet zo gepland kan worden. Het ontstaat eigenlijk. En jullie delen ook heel veel dingen dat ik denk, oh, dat kan ik ook wel even laten zien. Of, oh, dat... Dus het is altijd achteraf dat de gebruikte artikelen zichtbaar zijn. Ik weet niet of ik nog heel veel gemist heb, maar wat ik heb klaar liggen. Ja, we gaan aan het werk. Ik vond deze serie van Viva heel erg leuk. Ik wou, nou op zich, het is niet Valentijn, het kan ook vriendschap zijn. Maar ik vond To the Moon and Back wel heel erg leuk. Love You to the Moon and Back. En dat is een schutkaartje. En nou ja, dat wil ik eigenlijk even stap voor stap gaan doen. En dan laat ik eigenlijk allemaal, ga ik heel veel met embossing poeder aan het werk. Dus ik wil je laten zien dat je ook met twee kleuren kunt embossen. Nou ja, hier heb ik hem met de Wink of Stella weer gedaan. Dit is ook geëmbost. Ik heb hem hier op gekleurd gedaan in het zwart gewoon geëmbost. En hier heb ik hem met het wit geëmbost. En ik laat eigenlijk even aan jullie over. Ga ik voor de zwarte kaart met witte letters? Of ga ik met een witte kaart met zwarte letters? Dus dat is eventjes aan jullie. Nou ja, gecombineerd met goud. Dus we gaan dit kaartje eigenlijk een beetje maken. Ik heb een blauwe variant en een roze variant gemaakt. Omdat ik zelf erg roze freak ben. Maar ik merk dat de streamers, jullie kijkers, toch ook wel heel vaak blauw gerelateerd zijn. Dus ik denk, maak ook even een blauw voorbeeldkaartje. Maar ik ga, ik heb een beetje bewerkt. Ik wil een beetje aan deze kleurtjes gaan houden. Dus vinden jullie het leuk als ik dan een zwarte achtergrond doe of een witte achtergrond? Nou, dat is eigenlijk een beetje duur. En dat gaan we gewoon stapsgewijs lekker allemaal doen. En wat ik heel erg leuk vind zelf, is dat we wat nieuws hebben dit jaar. 2019, we hebben lopen brainstormen van, nou, wat gaan we eens doen? En weet je, wat ik zelf altijd heel erg leuk vind, is om fysieke post te krijgen. Dus gewoon post via de brievenbus. En leek het ons leuk om elke laatste uitzending van de maand, en dat is dus vandaag, een kaartenchallenge te gaan doen. En nou, het thema is natuurlijk elke keer anders. En ik dacht, laat ik nou eens makkelijk beginnen. Laten we gewoon beginnen met een kaart. En wat wouden we daar graag op zien, is in ieder geval een product van Viva. En of dat nou een stempel is, of dat je nou met Inga Gold gaat werken, of met de Papersoft, het maakt me op zich allemaal niet zo uit. Als er maar een artikel van Viva wordt gebruikt en je eventjes wel in je omschrijving van je kaartje, als je het kaartje geschreven hebt, welke artikelen je hebt gebruikt.
Die stuur je naar Kippershobby toe. Ik ga zo meteen eventjes jullie het adres opschrijven. Weer bovenin, zeg maar, waar dus ook de gebruikte artikelen staan op Facebook. En op YouTube zal ik het adres ook vermelden. En het leukste zou ik ook vinden als je een embossingtechniek laat zien. Maar ik kan me voorstellen, als je dat nou niet in huis hebt, dan is dat niet noodzaak. Maar het is wel leuk als je die twee combineert. Dus een product sowieso van Viva, of het nou een stempel is, Inca Gold, Papersoft, maakt niet uit. Al maak je er een achtergrond mee, leef je helemaal uit. En dan mogen we drie verrassingspakketten weggeven. En neem van mij aan, die verrassingspakketten zijn echt super verrassingspakketten. Dus echt de moeite waard. Je hebt ook 2 weken de tijd om mee te doen. Dus je hoeft echt niet te gaan stressen. Als het kaartje maar voor 15 februari bij ons binnen is. En dan laat ik in die week, als die dus die maandag dan daarna, na die 15e, dan ga ik live de winnaars bekendmaken. En laat ik ook jullie kaartjes zien. In de live uitzending. Dus ik zou het echt super leuk vinden als jullie allemaal massaal mee gaan doen. Nou, als je dan maar in ieder geval, Astrid, stel dat je inderdaad niks van FIFA hebt, maar je hebt wel op embossing gebied, zet dan en stuur dan ook gewoon een kaartje. Absoluut, dan maak je ook gewoon kans op de prijs. Het gaat erom een embossingtechniek en FIFA. En FIFA leek mij iets algemener om aan te houden, omdat de meeste mensen dat wel in huis hebben en embossing niet iedereen bekend mee is. Dus of een embossingtechniek of van FIFA en stuur dat kaartje dan echt naar ons toe. Voor 15 februari. Ik zet zo meteen adresgegevens even allemaal rustig in de ding. Bonjour Vivienne. Nou, weet je wat ik zo leuk vind? Dus dat ik echt de kaartjes, dat ik van jullie echt een kaartje ga ontvangen. En dat is leuk, heb ik allemaal post op mijn werk. Dus, en nou ja, dan krijgen we drie verrassingspakketten. Elke maand gaan we zo'n kaartenchallenge, of misschien wordt het iets anders dan een kaart, dat gaan we even allemaal meemaken. Dat willen we elke maand gaan doen. En elke maand wordt het thema ook totaal iets anders. Dus het is maar net waar we die live uitzending mee gaan werken. Dus ik zou het in ieder geval heel leuk vinden als jullie allemaal massaal meedoen. Ik hoop het, Astrid. Ik hoop dat ik gewoon dan op mijn werk kom en dat mijn hele bureau vol met envelopjes ligt. Zou wel heel leuk zijn. Dus ik laat jullie ook zien in de live, hè? Dus ik neem jullie mee. En laat ik even jullie uitwerkingen zien. In ieder geval de top 3 die. Gaat winnen, zeg maar. Dus nummer 1, 2 en nummer 3. En dat zijn echt hele leuke verrassingspakketten. Nou, top, Agnita. Dan leef je lekker uit met embossing. Ik dacht dat het FIFA een makkelijker product zou zijn. Maar als jullie met embossen, het is of embossen of FIFA, wil je het helemaal fantastisch doen, combineer het dan. Dat ga ik nu ook doen in de live. Ja, toch? Ik hoop echt dat jullie massaal meedoen. Leuk. Nou, Natasja, ga helemaal los. Hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Ik wil jullie niet op pakketkosten jagen doen hoor. Gewoon lekker een kaartje, wat gewoon door de brievenbus kan. En echte post is ook leuk. Nou, dat vind ik ook, Claudia. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik dit jaar geen kerstkaart heb gedaan. Maar ik vind wel, het is toch leuk. Je loopt naar de brievenbus, post, post. Ah, het is toch altijd weer. Ik schreef vroeger ook heel veel brieven altijd. Ging ik altijd mijn eigen postpapier maken en zo. Ik vind het wel heel leuk. Oh, ik weet wat jij hebt, Natasja, inderdaad. Dat is zo'n vouwboek, zo'n template waar je zo'n boekje mee. Oh, die heb ik ook wel eens gemaakt, ja. Oh, dat is heel lang geleden. Leuk. Kun je wel heel leuk bonbonnetjes of zo in doen. En dan geef je inderdaad echt een boek. Ja, ik weet wat je bedoelt. Goedemorgen, Marije. Nou, helemaal geen probleem. Ja, ik ga beginnen, jongens. Anders loop ik veel te veel uit. Ja, we gaan beginnen. Ik ga eerst eventjes, want dat heb ik in deze kaart verkeerd gedaan. Dus dat ga ik niet nog een keer verkeerd doen. Dat is altijd wel fijn als je een live uitzending een beetje van tevoren een beetje voorbereidt. Ik ga eerst eventjes de zijkantjes van de designpapier embossen. Dat deed ik hier op het laatste moment, had ik dit allemaal al vastgeplakt. Moest ik die randjes nog gaan embossen. Dat ging op zich goed, maar je ziet dat hij hier niet helemaal goed gepakt heeft. Dus om dat nou even te voorkomen, ga ik dat even als eerste doen. Embossen vind ik altijd wel leuk om te laten zien, omdat er gebeurt echt iets op het scherm. Dat vind ik, je ziet het ontstaan, je ziet het smelten, dat is leuk. Ja, ik ga even een beetje ruimte maken. Ik vond dit ook zo mooi. Kijk hoe chic zo'n veertje is. Ja, misschien vind je het helemaal niks, maar ik vond het heel erg leuk. En die hartjes vond ik ook heel grappig om op zo'n manier. En je hebt ook nog zo'n hartje die helemaal donker is. Vond ik ook heel erg mooi, zie je dat? Maar ik vond vooral die twee kleuren veren zo, ja, een beetje chic. Wel mooi. Maar dat had ik alvast even voorbereid. Ik denk, als het daar nou niet aan toe komt, dan heb ik in ieder geval wat klaar liggen, weet je? Ja, ik ging voor dit designpapier.
Het is gewoon uit een paperpad van Studiolite, zo'n die nieuwe paperpads. Maar je kunt ook designpapier gebruiken. Mogen wij ook weten welk van template boek dat is? Angelique, tuurlijk. Ik ga even zo meteen voor je op zoek. Ik weet zo het artikel nu maar uiteraard niet uit mijn hoofd. Maar het is een template waar je echt een boekje mee kan uitsnijden met papier. Goedemorgen, Gerda. Oh, je hebt hem gemaakt voor Sinterklaas. Ja, nou inderdaad, het boek voor Sinterklaas is ook heel leuk voor juffen aan het einde van het schooljaar. Een boek, zeg maar, voor de juffen of meesters. Ik heb toch naar school gaande kinderen. Ik ben een beetje aan het ratelen, merk ik. Ik zou gewoon even aan het werk gaan. Oké, ik vind deze slingerstempel daar erg leuk voor. Wat met embossen heel belangrijk is, is dat je nou, ik gebruik altijd VersaMark. Je hebt wel meerdere stempelkussentjes. Die geven een soort kleeflaagje aan. Daar blijft je embossingpoeder aan hangen. En zo kun je dus de poeder gaan verhitten. VersaMark is denk ik over het algemeen wel de meest bekende. Nou, die ga ik gewoon niet over nadenken, gewoon aanbrengen. En ik vind het ook wel leuk om een beetje speels aan de zijkanten te doen. Want dat breekt een beetje. Als je dat mooi met. Ja, we kunnen dit trouwens in het zwart doen, of we kunnen het in het goud doen. Ik laat even aan jullie over. Wat vinden jullie mooi? Omdat het natuurlijk al wel donker is, is zwart ook chic. Maar ik denk dat goud ook wel chic is. Ik moet even kijken of ik überhaupt zwart hier heb liggen. Ja, uiteraard. Ja, nou, noemt u maar. Wat vinden we leuk? Goud of zwart? Dat zou ook wit kunnen, maar dat is misschien een beetje hard. Hebben we nog voorkeur? Nou, Marianne, dan kun jij helemaal los met je wauw embossingpoeders. Wat ik wel belangrijk vind, als je het kaartje opstuurt, volgens mij had ik het al wel gezegd, hè? Zet even aan de binnenkant van het kaartje welke artikelen je hebt gebruikt. Snap je? Dat wij ook kunnen zien welke artikelen je gebruikt hebt. Ik vind het zo leuk om. Ik ben zo benieuwd hoe het gaat worden. Antistatisch matje ga ik zo meteen wel gebruiken. Voor dit is niet echt heel nodig. Zo meteen ga ik bijvoorbeeld een tekst doen. Die is heel gedetailleerd. Dan vind ik het wel wat fijner om zo'n antistatisch matje te gebruiken. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, voor dit soort achtergronden is het niet erg als het een beetje. Kijk, je ziet het hier al. Dat het niet helemaal pakt. Vind ik met dit soort dingen niet zo storend. Maar voor als je echt een mooie scherpe tekst wil, is een antistatiematje wel heel fijn. Evelien, bonjour. Goud, goud. Goud. Heb ik ook wel zwarte jongens? Of die heb ik alleen maar goud? Goud, één zwart. Nou, oh, nog een zwart. Maar de meeste is toch wel goud. Mag je ook werken met meltingpoeder? Ja, leuk. Ja, juist. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier de Ultra Gloss. Ja, die melting powder is ook heel leuk, hè? Want dan kun je die figuurtjes al mee maken. Ik heb ook een keer een live uitzending. Een van de eerste live uitzendingen. Moet je maar eens even op YouTube kijken. Vond ik ook zo superleuk. Ging knoopjes en bloemetjes maken. Maar wat ik ook heel erg leuk vond, is die clearkloss. En van die clearkloss kun je hele leuke dikke lagen mee maken. Dat heb ik hiermee gedaan. Ik was ook even aan het stoeien met al die embossingpoeders. Maar die melting, ja, juist heel leuk. Leef je uit. Ik vind het helemaal leuk om geïnspireerd te raken door al jullie techniekjes. Vaak heb je je eigen manier van werken met embossingpoeder. Maar juist doordat ik zo meteen al die kaartjes te zien krijg, hoop ik, krijg je ook weer heel ander ding. Hé, hey, dat is ook een leuke manier. Of hé, hey, zo zou ik het ook kunnen doen. Dus ja, hartstikke leuk. Droogt mijn inkt niet op. Nee hoor, Natasja. VersaMark blijft heel lang kleverig. Kijk, je moet hier niet uren gaan zitten. Maar voor nu, nee hoor, kan dat prima. Ik ben even vergeten om een restpapiertje te pakken. Maar ik pak eventjes een aquarelpapiertje. Die heb ik hier liggen. We gingen voor goud, hè? Ik leg mijn stempel, zet je eventjes hier. Nou, dan beinkt ik. Of dan strooi ik mijn poeder op de delen die geëmbost zijn. Of bestempeld zijn. Ik weet niet, hier zat ook iets, geloof ik. Zo. En het overtollige haal je er weer af. En dan kun je dat weer gewoon terug in je bakje gooien. Kijk, en dan zie je dat hij gewoon keurig gepakt heeft. Ondanks dat ik niet zo'n antistatische matje heb gebruikt. Maar dat kan als je dus teksten gaat doen, zou ik het zeker wel doen hoor. Ik ben van het gemak. Ik denk altijd hup hup. En dan vergeet ik het alweer. Ik denk, oh ja, was handiger geweest als ik nou even dat matje had gepakt. Dat zakje had gepakt. Kijk, dit gooi je gewoon terug. Hè? Ik zeg wel eens vaker, met embossingpoeier doe je echt je hele leven. Nou, dat is ook zo. Want goud gebruik ik heel veel. Zwart gebruik ik heel veel. Nou, zie je dat? Daar kan ik nog jaren mee doen. Dan moet ik zeggen dat ik van de zwarte ook op het moment een grote heb gehaald. Die gebruik ik wel heel veel.
Ik doe het altijd heel erg gestresst, want ik denk dat hij droog wordt. Nee, Natasja, jij kan heel relaxed rustig aan doen. Niks aan de hand. grappig. Even kijken, want ik mis heel veel. Ik ben alleen maar aan het teuten, volgens mij. Even kijken, had ik nog verder iets gemist? Nee, volgens mij gaat het wel goed. En als ik iets gemist heb, heb ik een vraag over het hoofd gelezen. Dat kan wel eens, hè, want dan ben ik gewoon druk met van alles aan het uitleggen. En dan vergeet ik nog wel eens eventjes de chat te bekijken. Vervolgens pak ik een Nidhoel. Ja, ik heb gewoon deze als voorkeur, omdat die gewoon roze is. Maar er zijn natuurlijk meerdere Heatools. Ik vind deze wordt wel lekker snel warm. En dan ga ik het verhitten. Nou is het natuurlijk wat dunner papier, dus dan gaat hij heel snel wat krom staan. Dan ga ik vaak altijd eerst even de achterkant verhitten, zodat ik het vocht uit het papier een beetje haal. Dan gaat hij zo meteen weer de andere kant op bollen. Even kijken of ik voor jullie kan laten zien. Zie je dat? Het is wel echt gaaf. Je ziet het echt goud worden. Het is ook wel heel warm. Zo. Zie je? Je kunt ook heel goed zien of je alles gehad hebt, want hij ligt helemaal goud op, hè? Zo. Ik leg hem toch even neer, jongens, voor jullie. Sorry. Hey Marie. Ja, je kunt terugkijken als je wil. Op zich ben ik net begonnen met. Ik heb eigenlijk alleen nog maar gepraat. Ik heb niet zo heel veel gedaan. Nou, dan is dit in ieder geval klaar. Dit is niet heel erg spannend, maar het maakt het net even af. Zie je dat? En dan gaan we met het schutkaartje doen. Wat wouden jullie eigenlijk? Wouden we nou een zwarte achtergrond of een witte achtergrond? Ik ga werken met dit papier. Is het dan leuk om het in het wit misschien juist wel goud te embossen? Of gaan we voor deze en dan bijvoorbeeld in het zwart of in het goud? Roep maar iets, jongens. Ach, nou, Astrid Sops, hè, kijk wel eens terug, hè, zo'n live-uitzending. En dan denk ik, oh Martina, hou de volgende keer nou toch iets meer je mond dicht. Je kletst de hele uur alleen maar aan één stuk door. Ja, wat wij gaan doen trouwens met die kaart, dat is waarschijnlijk iemand die dat vroeg in de chat. Dat gaat allemaal naar een goed doel. Dus de kaarten blijven wel bij ons in het bezit, maar die gaan wij gewoon doneren. Dus dat komt helemaal goed. Je krijgt inderdaad niet je kaartje terug. Dus hij blijft wel eigendom van Kippers. En na een tijdje schenken wij dat gewoon naar een goed doel. Dus dat komt wel helemaal. Mensen, inderdaad, organisaties, die verkopen die kaarten weer voor goede doelen. Dus jullie kaart komt goed terecht. Ja. Even kijken. Je ne parle pas français, Evelien. Ik hoop dat het goed gaat. Dat gezellig wel, dat geklets. Gelukkig maar. Zwart. Zwart. Oh, ik ga voor de zwarte. Ja, nou, ik denk zelf dat ik dat ook wat chiquer vind, hoor. En ga ik hem dan met goud embossen of ga ik hem dan met wit embossen? Ik heb het hier met wit gedaan. Misschien is het ook wel leuk voor de hiërarchie, zeg maar, om het goud te doen. Bedacht ik mij later. Maar dat is wat jullie leuk vinden hoor. Ik kan het ook in het wit doen. Ik laat het vandaag allemaal aan jullie over. Goedemorgen, Jeanette. Zwart, zwart met goud. Ja, Diana, ik denk dat dat ook wel heel erg leuk is. Oh, jij geeft je kaart altijd aan het bejaardentehuis. Nou, Regina, zoiets gaan wij inderdaad ook. Moeten we even kijken wat voor een doel we dat gaan schenken. Maar bij ons in de buurt zijn er ook heel veel van dat soort organisatieverzorgingstehuizen. Die inderdaad de kaarten verkopen en die het dan weer voor een goed doel besteden. Dus dat komt helemaal goed hoor. Met goud, goud. Ja, nou, dat gaan we doen. Ja, dat is inderdaad wel een goeie van jou, Natasja. Ik vroeg inderdaad of jullie in het kaartje even de gebruikte artikelen willen schrijven. Maar dan kan die inderdaad natuurlijk niet meer verkocht worden of gebruikt worden. Dus misschien is het inderdaad verstandig om het kaartje blanco te houden. Maar dat je er gewoon even een memootje in plakt. Uiteraard met je eigen adresgegevens. En even met de gebruikte artikelen. Dan is dat inderdaad wel. Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Nou, kijk, en dat vind ik altijd fijn van zo'n live. Jullie denken allemaal met me mee. Dus dat super. Dat lijkt me een goed idee. Ik zou straks eventjes het een beetje kort samenvatten wat we allemaal besproken hebben. Want ik dacht, ja, daar kan ik wel in gaan typen. Maar dan.
Ik denk, het ontstaat wel in de live. Nou, en dan zie je maar, dit soort dingen kan ik dan gelijk even erbij pakken. Ik gebruik nu even deze. Waarom? Dit is ook gewoon acrylblok. Ja, hij is gewoon heel veel gebruikt. Sorry, hij is niet zo netjes meer. Maar hier staan lijntjes op. En dan kun je in ieder geval je tekst zorgen dat hij netjes is. Zie je dat het deze lijn aanhoudt? Dan weet je zeker dat je tekst niet scheef is. Al lukt dat bij mij op zich nog wel hoor. Het is niet gegarandeerd succes. Ja, heb ik de informatie gemist over de wedstrijd. Ja, Linda, het leek me zo leuk om. Ik zal het even kort samenvatten. Ik vind het zelf altijd leuk om post te ontvangen. En we waren een beetje aan het brainstormen. We willen eigenlijk elke laatste week van de maand, dus dat is dus deze maandag, een kaartenchallenge doen. Of wat dan ook. In het begin worden dat nog eventjes kaarten. We willen jullie ook niet op kosten jagen, dus je pakketpost zit. Dus we gaan gewoon voor een kaart. En dan willen we deze maand heel graag iets zien van Viva Decor. Of jij nou achtergronden gaat maken met de Papersoft, of je gaat met Inca Gold werken, of je gaat net als ik met een stempelset werken van Viva. Viva heeft heel veel verschillende producten. En het liefst gecombineerd met een embossingtechniek. Maar ik kon me iets bij voorstellen dat mensen niet allemaal bekend zijn met embossen of allemaal in huis hebben. Dus of iets echt met Viva of met embossen, wil je het helemaal fantastisch doen, combineer het met elkaar. Stuur je dat voor de 15 februari naar Kippershobby. Maar ik geef jullie straks even het adres. En dan mogen we dan die week daarna, mag ik drie winnaars bekend maken. En die maken echt kans op een fantastisch verrassingspakket. En dat pakket is echt de moeite waard om mee te doen. Neem dat van mij aan. En ik maak dan in de live-uitzending de winnaars bekend. Dus ik zeg doe gezellig allemaal mee. Even antistatisch maken. Goed zo, Petra. Dat ga ik doen. Die heb ik inderdaad al klaargelegd. Fijn hoor, dat jullie allemaal meeluisteren. We hebben bijna een notulist nodig. Nou, Natasja, inderdaad. Ik zat ook al te denken, hoe ga ik dat nou kort, krachtig, in een paar zinnen? Ik denk, nee, ik zeg het wel gewoon in de live. En ik zie het er achteraf wel even hoe ik het ga formuleren. Dit is een antistatische matje. Dat zorgt eigenlijk voor, of je het nou wil of niet, je hebt altijd een soort vettig laagje aan je vingers zitten. Heel vaak raak je dan je papier aan en daar gaat ook het embossingpoeder aan hechten. Om zo'n matje even, of zo'n matje, ik noem het steeds een matje, een pet heet het eigenlijk, een zakje, antistatisch te maken, haal je dat vet van je vingers eigenlijk als het ware weg, op al het wat op papier zit. En zo zorg je ervoor dat die wat gedetailleerder stansen en dat die dus niet hier ook nog allemaal vegen komen te zitten. Hoe maak je de stempel met Versamark schoon? Hij blijft altijd plakkerig. Dat klopt. Je kunt ze gewoon onder lauw water eventjes afspoelen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet altijd doe. Maar ik ben het met je eens. Ze houden een soort kleeflaagje. Net als Natasja net al zei van, oh, droogt je Versamark niet op? Nee, Versamark blijft heel lang vettig. Dus dat klopt. Ik zou het gewoon even lekker onder de warme kraan. Maak even een sopje, zet het er even in en spoel het even af. Dan is het ook zo weer weg. Een babydoekje, dan plakt het ook niet meer. Ja, kan ook hoor. Ja, dat is misschien wel voor de. Kijk, ik zit hier in een kantoor en dan is de keuken pas een stuk verderop. Een babydoek is makkelijk. Huppakee, want anders vergeet ik het toch weer. Dus dat kan ook. Ja hoor. Even kijken. Goedemorgen. Natanja. Oh, dat is ook een mooie naam. Natanja. Nou, ik moet zeggen, Jolanda zegt van, ik vind het wel leuk om een kaart die ze dan ook bewaren. Ik moet zeggen, ik maak eigenlijk alleen nog maar projecten van mensen waarvan ik weet dat ze het inderdaad enorm waarderen. Want ja, er zit toch best altijd wel heel veel werk aan zelfgemaakte kaartjes. En als ze dan dezelfde dag weer weggedaan worden, vind ik het inderdaad ook wel zonde. Ik ga even, want dus het licht valt er precies op. Ik moet even een rare houding aannemen hoor. Maar ik ga hem er even opstempelen. Zo. Ik wil wel meedoen, maar woon in Italië. Oei, dat is Margreet, dat wordt een uitdaging. 15 februari, ja, dat komt. Ik kan die lijn niet anders doen, omdat ik anders weer spaak loop. Ja, dat durf ik je dan niet te gaan. Ik zou het wel leuk vinden als je meedoet, natuurlijk. En als je het niet op tijd binnen is, dan kan ik altijd nog een keer er gewoon in de live-uitzending laten zien hoor, als je graag mee wilt doen. Zo. Nou, dan ga ik hem eventjes weer embossen. Nou, ik hoop dat ik hem afkrijg, joh, het is. Nou, komt goed. Dan duurt hij weer eens wat langer. Zo, embossingpoeder eroverheen. Deze haal je er gewoon weer af. Kijk, zie je dat? Dan blijft hij echt. Dan heb je niet dat hij aan de zijkant nog allemaal. Want soms heb je dat, hè, dat hij nog wat vingers afgeeft. Nou, dan is zo'n antistatiematje erg prettig. Zo. Upsalakee. Goedemorgen. Oh, je hebt zelfs vriendinnen die bestellingen.
van haar voor kaarten maken. Oh, dat is helemaal leuk. Ook een tijdje gedaan. Wat ik ook dat heel erg leuk vond, is voor toen de kinderen nog echt op de kleuterschool zaten in groep 1 en 2, ging ik voor Valentijn of voor Dierendag ook altijd projectjes maken. Vond ik ook altijd heel erg leuk. Maar weet je, die kinderen van 4, 5 jaar, die scheuren die verpakking los. Ik was 3 weken mee bezig en binnen een uur was alles kapot. Dus daar ben ik wel voor teruggekomen. Maar kijk, hij gaat dan ook weer heel mooi, zie je dat? Het goud is wel heel chic hoor. Zie je, je ziet het, Astrid en ik noemen het inderdaad altijd toveren. Maar het komt echt tot leven. Hoppa. Zo. Zo, wat ik dan even ga doen is eventjes in ieder geval de randjes beïnkten voordat ik dat alweer vergeet. Dat vind ik zonde. Ik doe altijd overal een beetje bruine stempelinkt over. Ik vind dat zelf altijd wel mooi. Zo. En wat je nodig hebt is een stukje, ja, ik noem het altijd een sheet, maar in de hobbywereld heet het eigenlijk meer mica. En dat is gewoon verkrijgbaar in de, ja, wat is het, A4 formaat. En die kun je gewoon knippen. Even kijken, Martine, een schaar. Nou, een beetje op de maat wat jij nodig hebt. Ik heb verjaardag van mijn zoontje tasjes gemaakt met beestjes van Marianne erop gedaan. Wat lekkerste erin. Alle kinderen gingen de tasjes gooien. Ja, dat is wel echt heel erg leuk hoor. Ja, dat zeg ik dus. Ik heb dat ook een tijdje gedaan met dieren. Hele leuke aapjestasjes gemaakt. Maar mijn ervaring was echt dat het in no time. Ja, ik deelde het uit in de pauze. Je hebt het waarschijnlijk om 12 uur gedaan. Dat was misschien wat slimmer. Deze ga ik even gewoon plakken, simpel met lijm. Heb je het nog nooit gedaan, Tineke? Oh, het is zo leuk. Oh, en je kunt er ook echt heel veel mogelijkheden mee. Je hebt ook echt alle kleurtjes van de regenboog. Is leuk hoor. We doen het met de club altijd. Kerstkaarten en verjaardagskaarten voor de verzorgingstehuis. Wordt zeer gewaardeerd. Nou, Ineke, dat denk ik ook. En wij zaten ook van, ja, wat gaan we met al die kaarten doen? Want het is natuurlijk heel erg leuk om dat allemaal neer te zetten. Maar ik hoop natuurlijk wel dat het, als we dat elke maand gaan doen, dan hebben we natuurlijk in no time superveel kaartje. Nou, dan is het inderdaad leuk om dat aan het einde van dit jaar of, nou ja, wanneer dan ook, ergens heen te doneren. Maar eerst blijven ze allemaal nog op mijn bureau staan. En ik ben dat niet heel snel zat, dus. En ik heb best wel een heel groot bureau op mijn werk, dus er kunnen genoeg kaartjes komen te staan. Hoe noem je dat bruine matje waar je op werkt? Stephanie, dit heet een craft sheet. En een craft sheet is bestendig vooral tegen hitte. Maar het voordeel is ook al, als je bijvoorbeeld geknoeid hebt hier, dan kun je dat heel makkelijk met een doekje, in dit geval even mijn nagels, maar met een doekje, heel makkelijk schoonmaken. Dus je kunt, dit is echt een kledermat, maar officieel heet het een craft sheet. Ik heb nog maar pas een beginnersgeluk gekocht en ik ga het uitbreiden. Leuke toevoeging, tekst, Nederlands. Nou, je hebt, ik weet niet wat je helemaal precies bedoelt, maar ik heb inderdaad, er zijn ook heel veel bedrijven die Nederlandse teksten heeft. Nou is Viva Decor en van nature een Duits bedrijf, dus ze hebben wel ook heel veel Duitse teksten, maar ook vooral heel veel Engelse teksten. Maar als je dan bijvoorbeeld in de Nederlandse merken kijkt, zoals een Joycraft, een Marianne, een Studiolite, die hebben ook heel veel stempelsets. Die werken in Nederlandstalig. Dus je kunt echt je lol op. Wat voor lijm gebruik je? Ja, dat vragen heel veel mensen altijd. Ik vind het hele prettige lijm. Het is Tacky Glue van Collal. En het is een alleslijm. Maar het voordeel van deze lijm vind ik nog steeds dat hij transparant opdroogt. Ik ben nog wel van het snel hup-hup. En dan heb ik nog wel eens lijmrestjes. Maar dat zie je bij deze niet meer. Dus hij droogt transparant op. Dat is voor mij is dat daarom ook echt wel een hele fijne lijm. Welke kleur gebruik ik op mijn randjes? Ik heb op mijn randjes altijd, ik heb dit altijd naast me staan. Ik doe even de deksel erop, want ik ben altijd bang dat het anders eruit. Dit heet Papersoft van Viva. En dit is een bakje waar je eigenlijk normaal heb je dit in heel veel verschillende kleurtjes. Die kun je hele mooie achtergronden mee maken met dat Papersoft. Alleen ik gebruik dit altijd om de randjes te beïnkten. Dus ik heb hier gewoon altijd zo'n sponsje liggen en dan dip ik daarop. En dan komt die inhoud van dat inkt komt op mijn sponsje en zo beïnkt ik altijd de randjes. Dop er even af weer doen. Zo. Ja, je kunt hier niet op snijden. Nee, het is echt een kledermatje. Als ik ga snijden, ligt hier altijd zo'n klein compact snijmatje naast mij. Ja, je kunt er niet op snijden. Vintage foto of walnut? Nee, dit heet walnut volgens mij.
Nog heden. Walnootbruine, maar 451. My Paper World's Paper Soft Color van FIFA. En graag gedaan, Stephanie. Dat is het voordeel van live, hè? Als je live meekijkt, kun je gelijk vragen stellen. Om een schutgedeelte te maken, loop, waar heb ik het neergelegd hier, heb je wat dikker foamtape nodig. Ik heb bewust wat dunner gekozen, omdat ik hier niet heel veel ruimte heb. Dus ik heb een wat dunner randje. En dan ga ik rondom die cirkel, ga ik eigenlijk een soort gevangenis maken, dat mijn pailletjes er niet achter kunnen komen, zeg maar. Dus dat ze gevangen blijven. Nou kan je nog wel eens twee laagjes doen. Dan heb je iets meer speling. Dat ga ik nu ook eventjes doen. Al heb ik al best wel dik foam hoor. Ik geloof dat dit de 2 mm foam is. Maar ik vind voor zo'n schutkaartje hier bijvoorbeeld ook wat meer ruimte. Dan beweegt die dat geschutgedeelte iets meer. Zie je dat? Dus ik doe het vaak altijd even iets dieper. Je kaart wordt wel natuurlijk iets dikker, hè? Maar ik vind dat nooit zo erg. Hij past alsnog door de brievenbus heen. Even kijken hoor. Jullie hebben iets dat ik niet, even niet helemaal meegekregen. Ik was van de week heel blij met je advies. Helemaal goed, Jolanda. Nou, ik moet even zeggen dat ik even niet precies weet wat jouw vraag was. Maar ik merk altijd wel dat als ik een live uitzending heb gehad, heel veel mensen me inderdaad even op Messenger aanspreken. Wat vragen of wat zou ik hiermee of wat kan ik daarmee. Dus waarschijnlijk was jij dat ook, Jolanda. Maar graag gedaan hoor. Ik vind het altijd leuk om ja, informatie te geven, om dingen uit te leggen. Weet je, onze hobby is zo leuk. En niet alle artikelen zijn bekend bij mensen. En zoveel artikelen zijn leuk. Dus ik wil jullie altijd zo gevarieerd mogelijk dingen laten zien. Ben ik altijd over nadenken. Oké, wat is nou leuke techniek om weer eens te laten zien? Ik denk, oh, schutkaartjes blijven ook altijd leuk. Nou, ik doe dat op zijn Martinus. Er zijn natuurlijk 100.000 manieren om zo'n schutkaartje te maken. Even kijken, ben ik nou handig bezig? Want dit wordt nu de basis van mijn kaart. Die ga ik ook nog even beïnkten. Volgens mij had ik dat foam er beter nog even niet op kunnen plakken. We gaan even kijken. Want ik moet deze natuurlijk zo meteen erop plakken. En dan moet natuurlijk wel to the moon and back eventjes netjes hier in het midden. Dus dat laten we even gaan gokken. Als ik hem ongeveer zo doe. Wat is handig? Goed, hoe heb ik dat nou eigenlijk gedaan? Hier doe ik zo meteen de pailletjes in. Dus dan komt moet hij er toch zo even op. Nou, ik ga hem toch gewoon even vastplakken. Ik kom er niet uit met een tasje. Oh, nee, ik moet echt even teruglezen meteen. Je maakt me even nieuwsgierig, Helena. Ja, wij hebben altijd inderdaad op beurzen gestaan. Dit jaar hebben we niet op de kreden, dat vorig jaar natuurlijk niet. Goedemorgen, Annemiek. Nog eens een lichtbakje gemaakt. Oh, wat leuk. Ja, dat moet ik zeggen. Vroeger, toen was de techniek allemaal nog niet zo. Dan had je van die lichtbakken en dan had je van die embossingfolders. Die moest je dan helemaal met een pennetje moest je die gaan embossen. Zo'n lichtbak heb ik ook gewoon nog thuis. Dingen blijven eigenlijk altijd wel goed. Nou, dit wordt even een dingetje, want ik ga het embossen. Ik ga de pailletjes gewoon even hierop doen en dan plak ik deze hier zo op. Ik denk dat ik het op die manier even ga doen. Deze doe ik nog heel. Kijk, die lijm droogt ook nog een keer super snel. Doe hem even iets naar beneden. Ik ga het zo op die manier doen. Kan je nog even de inkt laten zien waar je de. Ja hoor, Nettie. Dat ga ik doen. Dat ziet er zo uit. Papersoft van FIFA. En het is Walnut Brown 451. En dat heet Papersoft. En het werkt eigenlijk zo. Hier zit, als je dit eronder doet, zit hier eigenlijk allemaal inkt. En door op dat sponsje te duwen, komt die inkt naar boven. Dus je doet heel lang met zo'n pot. Dus heel, maar dit heb ik ook nou. Je ziet het ook al wel. Hij is ook al gewoon oud. Zie je dat helemaal. Dus je kan er heel lang mee doen. Ja, dankjewel, Yvonne. Leuk. Met al dat gekletst dan even wat drinken. Pailletjes. Nou, dan lijkt het misschien wel leuk. Ik had al wel goud klaargelegd. Geel.
Maar dat is nu niet zo leuk, denk ik. Ik heb een beetje transparant gedaan. En witte. En deze zwart. En dat leek me ook wel chic. Zou ik gewoon van alles een klein beetje doen? Misschien wel leuk. En waar je het plaklaagje mee stempelt, hoe heet dat? Het plaklaagje waar ik... Je bedoelt Versamark, denk ik. Dit is een stempelinkt, Versamark. En dat is gewoon een transparant stempelkussentje. Versamark. Ik denk dat je dat bedoelt, Jolanda. Ik vergeet iedere keer om maar live mee te kijken via YouTube. Oh, wat leuk. Oh, dat vind ik lief, Carina. Leuk, welkom. Ja, inderdaad, je kunt. Ik zorg altijd voor als de live-uitzending klaar is dat ik hem zo snel mogelijk op YouTube zet. Dat duurt vaak even een uurtje. En dan kun je hem ook gewoon op YouTube blijft hij ook staan. Nee, bij Facebook blijft hij op zich ook wel staan. Maar hij zakt natuurlijk naar beneden vanwege de tijdlijnen. Bij YouTube staat het allemaal op datum. Dus mocht je een keer terug willen kijken uit een uitzending, dan kun je ook gewoon zoeken op Meekijken met Martine. En dan vind je daar een overzichtje met alle live-uitzendingen. Goed, een kloddertje van dit en een kloddertje van dat. Ik denk dat we alle kleurtjes maar lekker doen. Hey Bianca. Ik zou geen wit doen, zegt Jeanette. Nou, dan doen we geen wit. Je bent nog net op tijd. Nee, je hebt wel gelijk. Ik vind wel ik vind deze wel nog heel leuk. Ik heb misschien trouwens wel roze. Uiteraard heb jij roze. Even kijken hoor, of ik die ook zo kan vinden. Dat is misschien ook wel leuk, want ik heb natuurlijk roze papier. Ik heb alles van roze. Ik heb alles roze. Ook mijn paletjes heb ik gewoon in het roze. Niet zo heel heftig roze, maar gewoon zacht roze. Dus misschien wel leuk, want we hebben natuurlijk ook gewoon roze erin. In plaats van wit, Jeanette, doen we gewoon lekker roze. Kijk, dat vind ik ook zo leuk van live. Gewoon je mening geven. Ik zeg niet dat ik altijd klakkeloos het aanneem, maar ik vind het wel altijd leuk om jullie dat jullie meedoen, zeg maar. Vind ik altijd leuk. Zit tante Til er ook in? Zeg maar Jan, ik weet niet precies wat je bedoelt, maar ik ga ervan uit dat het een tante is. Ja, lijkt wel. Oh ja, oké. Okay, ja, klottertje roze hier en een klottertje roze daar. Ja, ik ben wel echt een roze. Ik ben altijd heel erg blij dat ik twee meiden heb. Want ik heb altijd al een zwak voor roze gehad. En Elisa was natuurlijk een meisje, dus alles werd ook gewoon roze. Hè. Het is echt. Als ik soms terugkijk op die foto's, denk ik, ach, arme kinderen. En Marit werd ook een meisje. Dus ik heb echt een woonkamer gehad die was helemaal rood, roze en wit. Ja, nu, dat is nu allemaal paars geworden hoor. Maar ik ben ook echt een meisje, mijn moeder. Deze die ga ik even een beetje positioneren dat die goed zit. Kijk, en omdat er foam zit, heb je dus nu gewoon je schutgedeelte. Zie je dat? Nou, is leuk toch? En zo maak je heel eenvoudig, even op een andere manier dan dat ik het voorbereid had, een schutkaartje. Kijk, en doordat ik hem wat hoger heb gemaakt, gaat je schutgedeelte ook heel makkelijk en soepel. Zie? Dan wou ik nog heel graag eventjes laten zien hoe ik die veertjes had gemaakt met twee kleurtjes. Ja, het is niet moeilijk, maar het is wel een heel leuk effect. Dat laat ik ook nog even zien als jullie dat leuk vinden. Ik moet zeggen dat ik met inkleuren, ik ben echt een watermens qua kleuren, gebruik altijd het waterartpapier van Kibberzobby, 185 gram. Dat heb je in verschillende maatjes. Maar ook met embossen vind ik waterartpapier fantastisch. Dit papier kun je eigenlijk overal wel voor gebruiken. Ook zeker met embossen. Even kijken, het veertje. Bonjour Marelle. Wat gebruik je om te schudden? Pailletjes? Ja, ik heb pailletjes. Sequins heten ze eigenlijk officieel, hè? Maar ik noem het altijd pailletjes. En die heb je in allerlei kleurtjes. Deze zijn wat harder. Nou, die schreeuw, wat meer wil ik niet zeggen. Maar ze zijn echt. Dit zijn wat meer de pastellievere kleurtjes. En dit zijn de wat hardere kleuren. Maar dat ben je vrij in wat je leuk vindt. Leuk, hè? Ik vond die veer ook heel erg. Hij springt er ook echt heel in. Je kunt er ook hele leuke achtergronden mee maken. Als we zo meteen nog tijd over hebben, dan gaan we dat eens eventjes laten zien. Dat is wel leuk. Hoe je. Ja, ik ga het proberen. Ik beloof even niks. In dat tempo waar ik mee werk, dan. Kan ik niks beloven. Ja, ik ga het veertje dus weer met die Versamark. Ga ik die weer beïnkten. En gewoon stempelen. Hupsalakee. Dat had ik gelukkig al voorbewerkt. Dus dat is wel makkelijk. Dan pak ik even weer dat papiertje eronder, zodat ik het overtollige. Embossingpoeder gewoon weer terug kan gieten. Hupsakee. Zo. En dan doe ik de bovenkant, zeg maar, een beetje zwart of goud, wat je dan wil.
Ongeveer tot waar jij denkt, oh, zo ver ongeveer. Nou, dan haal je het van die kant eraf, hè, want je moet het nu niet naar deze kant eraf laten glijden, want dan komt hier wel gaat hier natuurlijk wel op je inkt zitten. Dus ga hem aan de andere kant even eraf doen. Kijk, en dit gebeurt er dus als je dus niet een antistatisch matje gebruikt. Zie je dat? Dan heb ik het papier hier vastgehouden, is het hier ietsjes vetter. Op zich kun je dit nog wel redelijk weghalen met een kwastje. Maar zo zie je eventjes dat het toch wel handig is om zo'n antistatisch matje te gebruiken. Nou, dat overtollige zwart, dat gooi je weer terug. Ja. En dan doe je aan de andere kant dat gouden. Dus dan pak je je gouden embossingpoeder. Hé, Jannie, wat leuk dat je even meekijkt. Welkom. Ja, het is alweer maandag. Deze doen we aan deze kant. Hupsakee, gieten we aan die kant weer over. Kijk, en zo krijg je dus al die twee kleuren met die veer. En ik vond het wel een heel chic geheel. Maar je kunt natuurlijk ook bijvoorbeeld met twee kleuren blauw doen. Of met twee kleuren roze. Maar ik vond juist dat zwart met goud gewoon, ja, chic. Even kijken, even mijn heattool weer pakken en dan ga ik er weer fit. Ik doe eigenlijk altijd eerst even de onderkant, hè, vanwege dat vocht in het papier. Hoe ziet dat eruit, Joopie? Wat bedoel je precies? Je hebt geen last meer van je mond, Lydia. Nee, nou, ik moet wel zeggen dat ik vorige week echt terug moest naar de kaakchirurg. Ik had echt gigantisch last. Ging niet helemaal goed. En ik moet wel eerlijk zeggen dat sinds gisteren de pijn beter gaat. Het is gewoon nu irritant zeurderig. Ik heb er echt wel. Ze hebben me echt goed te pakken gehad hoor. Ik wil nog net niet zeggen dat ik getraumatiseerd ben, maar leuk was het niet. Kijk, zie je dat? Hoe die hem mooi pakt? Kijk, en dan kun je hem gewoon uitknippen. Je moet even wachten, want hij is natuurlijk nog ietsjes warm nu. Oh, het statisch matje. Hoe die heet? Even goed zeggen. Anti-static pad magic van Woodwear. Woodwear is van Creative Expressions. En ja, dat ziet er zo uit. Dus er zit dat antistatische poeder in dat het niet statisch is. Ik heb de stempel niet van het veertje, maar ik heb wel een mal. Mag dat ook? Voor de kaartenchallenge bedoel je, Regina? Als je maar iets van Viva decor gebruikt, gecombineerd met embossingpoeder, dan is het goed. Dat is eigenlijk de voorwaarde waar die aan voldoet. Maar dat is een heel breed. Want als jij een kaart maakt, bijvoorbeeld achtergronden maakt met Viva. Het gaat er gewoon om dat je een van die twee, het liefst dat je dat combineert. Maar ik kon me voorstellen dat niet iedereen bekend is met embossing. Dus toen dacht ik, nou dan doen we echt sowieso in ieder geval Viva. Maar als jij niks van Viva hebt, maar je hebt wel embossingpoeder, dan leef je uit. Maar zet er even wel bij welke artikel je gebruikt hebt. En uiteraard uit het assortiment van Keeper's Hobby. Als je met embossingpoeders gaat werken of met Viva. Viva hebben we alles van. En van Wow hebben we eigenlijk ook alles. Wat is een goede heattool? Er zijn wel meerdere goede heattools. Ja, ik heb gewoon voor deze gekozen. Die is van Nelly, omdat hij roze is. Maar hij verhit ook echt heel snel. Dat zie je zelf ook. Welke ik ook heel erg prettig vind, is die van Wow. En die ligt iets steviger in de hand. Maar er zijn wel meerdere soorten. Maar ik gebruik eigenlijk altijd deze. Die was er hiervoor in een ander kleurtje. Maar omdat die roze is, heb ik gewoon de roze gehaald. Maar die van Wow is ook heel erg fijn. Die heb ik hier even zo niet liggen. Ja, nou Regina, als je, of ik weet niet of goed, wij kijken nu, ik raad al even, maar we kijken Once Upon a Time en dat is Regina. Maar ik denk dat je in Nederland gewoon Regina zegt. Maar als je embossingpoeder hebt, zet er even bij welke embossingpoeder je gebruikt hebt. Hè. Dus stel dat je deze van Wow hebt, zet er dan even bij dat je hier hebt gebruikt. Dat vind ik zelf ook altijd leuk. Stel dat ik het nou helemaal fantastisch vind, ik wil hem ook na proberen te maken, dan weet ik in ieder geval welk artikel ik moet gebruiken. Dus zet dat er in ieder geval eventjes bij. Dat vind ik wel prettig. Oh ja, jullie hebben heel veel. Ik ben niet de enige die gek is van roze. En laat staan dat jullie dan ook een heattool hebben die roze is. Dus dan zo raar ben ik eigenlijk helemaal niet. Nou, ik ga hem er even omheen een beetje uitknippen. En dat hoeft echt niet strak over die veertjes te zijn, want dat is gewoon niet te doen. Dat is veel te gedetailleerd. Maar dat doe ik ook trouwens altijd als ik stempelafdrukjes uitknip hoor. Dan doe ik ook nooit strak op de zwarte lijn, maar altijd een klein randje eromheen. Dan leeft hij gewoon. Kijk. Wat ik dan gewoon doe, is die randjes gewoon weer beïnkten met bruine inkt. Dan haal je het echt dat hele witte haal je er dan af. Kijk, en dat geeft het een heel. Zie je dat?
gewoon netjes. Want als je al die blaadjes gaat inknippen, nou, dan ben je morgen nog bezig. Dus dit is gewoon makkelijk. Maar dat doe ik eigenlijk als ik stempeltjes inkleur. Kijk, dat heb ik hier bijvoorbeeld. Dan doe ik ook nooit op de zwarte lijn uitknippen. Ik doe altijd een klein randje eromheen. Zie je dat? Is makkelijk. Ja, ik moet zeggen, Astrid, deze, die roze, die is inderdaad lichter in de hand. Die van Wauw is ietsje zwaarder. Is iets, ja, dat zit wel verschil in hoor, in gewicht. Ik heb veel kleur, maar dat hoeft niet, Regina. Als jij iets, stel dat je alleen maar roze of blauw hebt, leef je uit, dat maakt niks uit. Nee hoor, dat hoeft echt geen zwart of goud te zijn. Nee, gewoon lekker op jouw eigen stijl en op jouw kleuren, wat jij leuk vindt. Dat hoeft niet zoals ik het doe, zeg maar. Gewoon lekker je eigen ding doen. Ja, Inge, ik moet zeggen, wij zitten nu ergens in seizoen 2 of zo pas. Maar ik vind het soms gewoon best wel een beetje spannend. Wij kijken het altijd 's avonds. Dus ik heb vannacht nog gedroomd over Pinocchio. Dus het is niet. Ik word er niet altijd helemaal blij van. Even kijken. Nou, dan heb ik hem hier. Ga ik hem eventjes, want ik had gelukkig al wel wat voor gemaakt. Dus dan kan ik mijn kaart afmaken. Wil ik jullie toch ook nog eventjes een andere techniek laten zien. Dat is namelijk ook heel erg leuk. En wat ik gedaan heb, die zit ook gewoon op die stempelset. Zie je dat? Dus dit hartje. En die vond ik ook heel erg leuk. Ik heb ook deze geëmbosd, maar ik vond deze ook heel chic. Ook gewoon met zwart of met goud embossingpoeder en dan weer verhit. Dan krijg je dit effect. Nou, dat vond ik wel leuk om dat als een hart van de veertjes te doen. Dus in plaats van een blaadje met bloemetjes, heb ik nu voor veertjes met een hart gedaan. Of zou ik een zwart hart doen? Zwart hart is mooier, denk ik. Ja, dat spreekt iets meer. Oh, wat leuk dat jullie allemaal die serie kennen. Ik dacht dat het helemaal niet zo'n bekende serie was. Nou, ik was vooral verrast dat Christian Grey in Once Upon a Time speelde. Vond ik een leuk dingetje. Oh, wat grappig, wat leuk. Maar wij zijn echt Outlander-fans. Dat vind ik echt. Maar het seizoen is natuurlijk nu nog niet beschikbaar. Dus daar wacht ik helemaal op. Maar toen wij zijn we Rain gaan kijken en Once Upon a Time. Zo blijf je elke keer iets zoeken, hè? Want je moet wel met z'n tweeën het ook leuk vinden, hè? Ik heb over het algemeen een iets andere filmsmaak dan Henk. Dus. Hey Beb, welkom. Leuk. Ja, de zwarte, Tineke. Ja, ik ben het met je eens. Ik zag het ook. Ik denk, nee, goud steekt dan niet helemaal leuk. Nee, gisteren ging de aflevering echt over Pinocchio. Dus dan blijft dat een beetje hangen. Echt niet? Oh, dan moet je aflevering, moet je seizoen 1 toch echt even terugkijken hoor. Hij was de sheriff. Toen Storybrooke nog zeg maar. Helemaal in het begin. Ja, het is wel heel leuk kijken hoor. Is een leuke reden om ook te gaan kijken, inderdaad. Oh, wat lachen. Ruby of wel echt Roodkapje? De tekst. De tekst. Alles komt wat ik gebruik uit deze stempelset. Dus dit is een stempelset van Viva. Hij heet Forever volgens mij. En daar staat de tekst op: To the Moon and Back. Er zit het veertje op. Er zitten die hartjes op. Zit die love op? Die heb ik al eventjes klaargelegd. Zie je? Want het is love you to the back, to the moon and back. En daar zit ook die slingerrand in. Dus eigenlijk komt alles uit de stempelset van Viva. Nog een hele makkelijke. Ja, is op Netflix, ja. Leuk, ik ben heel benieuwd hoe het afloopt allemaal. Soms denk je, oh, en dan in één keer krijg je weer een hele omwenteling, hè? Dat is altijd wel knap, vind ik dat hoor. Hoe ze dat altijd weer voor elkaar weten te boksen. Vond Emma geen leuke cavia naam. Nee, dat snap ik. ja, het is echt een beetje. Ja, het is echt wel fantasy. Ja. Zo. Nou, dat is een hartje. Dat heb ik trouwens hier bewerkt, ergens op mijn voorbeeldkaartjes. Met gouden Wink of Stella. Dat is misschien wel even leuk om dat even bij te pakken. Ik moet alleen even kijken of ik die zo eventjes tot mijn beschikking heb. Hier. Dat is wel leuk. Dan ga ik dat even doen. Want dat maakt het net. Kijk, het spreekt net iets meer dat ik hem zo erop plak. Zie je dat? Wat voor verschil dat geeft. Of ik het zo doe of dat ik het zo doe. Dat dit veel warmer is.
Even kijken hoor. Oeh, ik ben niet zo goed in mijn Frans. Laurette, je ne parle pas français. Misschien als iemand hem kan vertalen, zijn er live kijkers die precies weten wat Laurette zegt. Dan wil ik best wel even antwoord geven in het Nederlands, als iemand het kan vertalen. Oeh, dat weet ik niet, Margreet. Ik moet zeggen, ik gebruik hem niet heel veel. Ik gebruik hem echt als ik dingen heel gedetailleerd wil stansen, dus of stempelen. Bijvoorbeeld teksten. Maar je hebt ook wel eens van die hele mooie achtergrondstempels. Om die echt heel mooi in goud te hebben, zou ik zeker een antistatisch matje gebruiken. Maar zoals hier, dat doe ik het ook maar zelf even snel. Dan gebruik ik hem ook niet altijd. Maar of het hetzelfde effect heeft, dat durf ik niet te zeggen. Want dit is echt wel poeder wat hierin zit. En die doekjes, wat jij bedoelt, dat zijn echt doekjes. Dus volgens mij. Maar ik heb het niet, ik weet het niet zeker. Waarom doe je lijm op de foamtape? Nou, Bettina, dat heeft een reden. Ik maak heel veel kaarten, maar ik heb ook heel veel foto-scrapbooking dingetjes gemaakt, fotolijstjes en zo. En die legde ik, of die had ik in de woonkamer staan. En op een gegeven moment stond daar heel veel de zon op. En na een tijdje vielen elke keer onderdelen van mijn schilderijtje of fotolijstje naar beneden. En toen dacht ik, ja, dat foamtape, dat laat natuurlijk door die lijmlaag, wat erop zit door de zon, denk ik, dat gaat dat uitdrogen. Dus sindsdien doe ik altijd op mijn foamtape lijm. Dat is gewoon een tik. Dat komt echt omdat ik denk, die lijmlaag, die droogt op een gegeven moment gewoon in. Maar dan had ik wel projecten echt gewoon in de woonkamer staan waar de zon op stond. Maar dus sindsdien doe ik altijd foamtape erop. Nou, leuk, Margreet. Probeer het eens inderdaad. Je kunt het altijd proberen. Niet geschoten is altijd mis. Waarvoor dient het antistatisch matje? Was dat de vraag, Stephanie? Waarom? Nou, van nature hebben wij mensen, zeg maar, altijd een soort beschermlaagje op onze handen. En dat is een soort vettig laagje. En die vettige laagje, dat geeft af op je papier. Stel dat ik bijvoorbeeld mijn papier zo vasthoud, dan kan dat ontstaan dat daar hecht ook embossingpoeder op. Maar ook als jij bijvoorbeeld veegt, of er zit altijd vettigheid op het papier. En om te voorkomen dat daar de embossingpoeder op gaat hechten, gebruik je een matje. Dan haal je zeg maar dat laagje helemaal weg, dan ga je dan met VersoMark stempelen, dan heb je hem gedetailleerd. Dus dat is eigenlijk de reden waarom je een antistatisch matje gebruikt. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitleg. Even kijken, kom me bekend voor. Ik heb ook wel kaarten ingeplakt in mijn fotoboek met plakkers. En op een gegeven moment gewoon los. Ja, nou, dat is eigenlijk hetzelfde wat jij zegt, Minke. En dat is dus wat ik ook had. Alleen had ik dan echt foamtape gebruikt. Dat ik altijd als tik gewoon er lijm op doe. Baat het niet, schaadt het niet, denk dan. Ik heb de Wink of Stella. Nou, dit is orange. Nou heb ik hier goud gebruikt. Maar die zie ik even niet zo snel liggen. Ja, die ligt er vast wel. Maar ik heb er iets meer in liggen dan. Oh, gold. Sorry. Ik heb zo'n bak met allemaal markers erin en zo. Dus het is een beetje een zooitje. Maar ik heb hem. Alles plakte tegen Mika. Ja, dat klopt, Stephanie. Mika is op zich ook van zichzelf heel statisch. Dus als je daar het matje op doet, dan moet je hem daarna wel even goed weer afblazen. Want het geeft wel een soort wit laagje met een Mika of sheets. Die zijn transparant. Dus dat. Nee, dat klopt wel wat jij zegt. Dat zie je hier soms ook wel. Zie je dat? Die zit ook gewoon eraan vast. Zie je dat? Die. Op zich niet storend, totdat alles aan je mica kleeft, dan is het iets minder leuk. Kijk, dit is die goud en dat geeft eigenlijk bij direct al heel veel glittertjes. Nou doe ik niet het hele hartje, want dat vind ik niet leuk. Ik vind het wel leuk om een beetje hier en daar wat te doen. Dan breekt het wat. Maar zie je hoeveel glitter dat heeft? Is dat zichtbaar? Ik denk het wel, hè? Maar dat is echt bling bling. Het is wel heel leuk. Leuk hè? Ja, en dan doe ik die andere even. Die heb ik altijd standaard in mijn bakje liggen. Want deze gebruik ik heel veel. Dat is de transparante, dat is de clear. En die kun je er ook gewoon. Doe ik eventjes in de rest van de hokjes die ik over heb. Dat kan heel snel hoor. Dat hoeft niet heel secuur. Maar zo maak je het wel af. Dan heb je overal wat glitter zitten. Zie je dat? Die markers kun je ook met elkaar combineren trouwens. Hè? Als jij bijvoorbeeld. Even kijken, moet ik wel even iets van waterartpapier hebben. Stel dat ik een oranje en een gele heb.
Dan kun je die twee ook met elkaar combineren. Dus stel dat ik dan hier wat van dat oranje op doe. Dat is net als met de clean colors. Kijk, dan kun je daar ook heel leuk mee handletteren. En dan wordt die automatisch weer die gouden kleur. Dan kun je dus wel heel mooi die overloop maken met de glittertjes. Zie je dat? Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is, maar... Ja, lekker rekenen. Ook van dat bling bling, Mirjam. Het kan niet glinsterend genoeg. Ja. Ja, ik heb de glitterclear. Ja, dus hetzelfde principe. Wat ik zo leuk vind van die clear. Kijk, stel nou dat ik iets ingekleurd heb met de clean colors. Nou, laat ik dit een afdrukje hebben gekleurd. En ik ga met die clear eroverheen. Dan ontstaat er dus een glitter. En die mengt ook mooi met elkaar. Zie je dat? Het overtollige om deze schoon te maken, doe je gewoon even op een restpapiertje. Uiteindelijk wordt hij gewoon weer wit. Zie je dat? Geeft hij niks niet af. Maar ik vind dat bijvoorbeeld heel leuk. Ik had net die My Little Pony. Even kijken, heb ik die nou weer neergelegd? Kan een mens toch een zooi maken? Even kijken waar ik die heb. Nou, laat ik even hier. Ik weet niet of deze net ook was. Kijk, zie je dat ik die staart ook helemaal bling bling heb gemaakt? Nou, dat heb ik gewoon met die clean color gedaan. Winkel Stella, sorry. Zie je dat? Leuk, hè? Dan heb je de glitterpony. Heb je dat rokje in een kaart met een pons? Het rondje, denk ik. Denk ik dat je bedoelt. Ja, dat rondje heb ik met een stans gemaakt. Die stans is in dit geval van. Maar die heb je in alle maten en soorten. Deze is van Sissy Design. Die heeft zo'n kartelrandje erin. Dat vind ik wel een grappig detail. Dat zie je niet terugkomen. Maar over het algemeen is dat wel grappig. En de diameter van deze cirkel, want dat was volgens mij je vraag. Die is 7,5. Diameter 7,5. Maar je kunt het natuurlijk zo groot en zo klein maken als je wil hoor. Ik heb toevallig wel deze uitwerking allemaal met dit formaat gemaakt. Maar ik vind dit deze en één slagje groter. Vind ik heel makkelijke standaardmaat voor kaartjes. Even kijken, foam tape. Even iets breder, want dit is ook wat breder. Meer de glitter. Maar ik moet zeggen, ik heb de glitter clear. Volgens mij heb je alleen maar de glitter clear hoor. Ik zit sowieso bling bling. Ja, rondje bedoelde jij, hè? Ik las rokje, maar je bedoelt rondje. Ja, nee, ik begreep je hoor. Zo. Nou, volgens mij zijn we zo wel aardig klaar, hè? Wat ik misschien nog wel leuk vind om die zwarte pailletjes hier en daar nog even een beetje terug te laten komen. Dat geeft altijd wel een beetje een feestelijke sfeer. Dat doe ik niet met de andere kleurtjes, maar ik vind dat zwart juist wel weer chic. En dat mag wel een beetje. Het is nu een beetje saai, vind ik. Maar vind ik hoor. Ik zou zo meteen. Want hier heb ik dat bijvoorbeeld niet gedaan. Dan zul je zo meteen even een beetje het verschil zien. Maar als je die eventjes er gewoon zo leuk opplakt. De overtollige lijm, wat droogt transparant op, hè? Dus dat zie je straks niet meer. Zo. Zo. Kijk, is net even wat, net even iets meer body. Nou, zo kun je toch heel makkelijk en eenvoudig schutkaartjes maken. Als je voor de challenge met designpapier moet het dan van kippers verkrijgbaar zijn. Ja, de artikelen die je voor de rest gebruikt, graag zoveel mogelijk kippersproof. Kijk even, we hebben ontzettend grote assortiment, dus dat moet bijna wel goed gaan. Dat kan bijna niet verkeerd gaan, maar ja. Oh, helemaal goed, Joy. Tot de volgende keer. Ja, toch? Is wel leuk, hè? Wat ik eigenlijk nog wil. Eigenlijk wil ik dat nog even laten zien. Maar ik zit eigenlijk om mijn tijd heen. Maar vinden jullie het nog leuk? Ik wou nog even die clearcloth laten zien. Dat je daar zo'n dikke laag mee creëert. Waar had ik nou weer mijn voorbeeld? Ik ben echt alles kwijt. Hier. Dat je leuk die clearcloth, dat er echt een soort coatinglaag overheen krijgt. Ik vind dat nog leuk om te zien. Of zeggen jullie van, we stoppen er zo mee? Ik zit op zich aan mijn tijd, maar ik vind het nog wel erg leuk om even te laten zien. Dan moet dat even in een recordtempo. Ik heb wel nog een dingetje hier liggen. Ja? Oké, dan laat het u nog eventjes snel zien. Nou, top.
Dan wacht ik niet te lang. Wat ik gedaan heb, is ik heb hier ook weer met twee kleuren embossingpoeder gewerkt. En ik heb gewoon een cirkel gedaan. Daar heb ik achteraf in gestempeld. Dat zou ik niet adviseren, want het kan natuurlijk wel iets je stempel aantasten. Maar dan heb ik hem beïnkt met Versamark en hem er dan Stazon gebruikt. En dan heb ik hem erin gestempeld. En dan zie je dat hij er een beetje in ligt. Maar je kunt ook gewoon. Achtergrond maken. Zal ik die veertjes weer doen? Dat is misschien wel leuk. Dat doe ik even gewoon met. VersaFine is in dit geval niet zo handig, want die moet even drogen. Even kijken of ik hier Stazon heb liggen. Oh, nou, jullie zeggen allemaal ja. Ik zie het nu eigenlijk pas. Nou, is deze Stazon al een tijdje niet gebruikt. Dus ik hoop dat hij hem goed pakt. Maar het is misschien wel even leuk om te laten zien. Dan maak ik even een ander soort achtergrond. VersaFine werk ik eigenlijk het meeste mee. Maar die heeft heel eventjes tijd nodig om te drogen. En eigenlijk wil ik zo snel mogelijk jullie die techniek laten zien. En ik moet zo meteen met VersaMark eroverheen. Dus dat is wel makkelijker om eventjes de Stazon te laten zien. Het is verder ook een prima inkt hoor. Het voordeel van Stazon is dat hij eigenlijk op alle ondergronden gestempeld kan worden. Of je nou op glas werkt, of op hout, of op papier. Zie je dat? Nou, wat je dan vervolgens doet, is je pakt je Versamark stempelkussentje. Zo. En die ga je eventjes helemaal doorweken met je rondje. Dus op deze manier. Goed aandrukken overal. Hebben jullie voorkeur trouwens voor kleurtjes? Ik heb hier paars nog liggen. Twee kleuren paars, maar je kunt het ook paars met blauw doen. Ik heb ook nog turquoise, dus we kunnen ook paars met turquoise doen of blauw met turquoise. Nou, dat was het een beetje om het ingewikkeld te maken. Hebben jullie voorkeur? Geen roze, goed hè? Nou ja, goed, maar ik probeer er altijd bewust. Dus die ga je even goed beïnkten. Dat is even belangrijk dat er overal VersaMark op zit. Dan wacht ik even paars en blauw. Nou, helemaal goed. Gaan we dat doen. Kijk, dan ziet het er ongeveer een beetje zo uit. Ja, dat zien jullie. Maar je ziet dat er een soort coatinglaagje van die VersaMark op zit. Nou, dan gaan we die twee kleurtjes pakken. We zouden paars en blauw doen. Zo. Nou, dat zijn wel lekker twee tegenstellende kleuren. Die hakken er wel. Het is wel leuk om dat zo naast elkaar te gebruiken. Deze kant doe ik de. Oh, ik ga het misschien. Ik heb andere type kleuren gebruikt. Maar even kijken of die nu niet gaat dekken erop. Ik heb transparantere kleuren gebruikt in mijn voorbeeldje. Nou, we gaan het meemaken. We gaan het straks wel even zien. En anders zie je de tekst niet meer. Dan zie je het vormen van die gloss. Want dat is zo'n leuk effect. Dan zie je het zo meteen zwemmen. Ik vond het heel erg leuk. Kijk, en hier doen we een beetje, daar moet je niet te veel over nadenken, want zometeen ga je toch, omdat die embossingpoeder die clear gaat zwemmen zometeen, kun je dat heel leuk gaan. Je ziet zometeen die lijn niet. Dat wil ik eigenlijk even zeggen. Zo. Nou, dan pak ik mijn heat tool en die ga ik eventjes helemaal embossen. Ga ik even kijken of ik iets van een naaldje heb, dat ik hem even goed vast kan zetten. Ik ga jullie even iets meer inzoomen. Is het voor jullie misschien leuker om te zien? Zo. Heat tool. Probeer hem even hier een beetje te doen. Paars met turquoise. Ja, dat had ik ook wel een hele leuke combinatie gevonden hoor. Ik heb niet altijd ideeën. Nou, ik moet zeggen, dit ontstond eigenlijk. Ik wou een uitzending doen met embossingpoeder. Maar ik wist eigenlijk nog niet helemaal. Hoe ik het voor me zag. Kijk, je ziet hij gaat te veel dekken. Ik heb zelf een transparantere kleur. Ik was er al bang voor. Ik denk, oh, dat gaat met deze natuurlijk helemaal niet. Maar het gaat even om het idee. Wat je zo meteen met die Ultra Gloss zo leuk kan. Je ziet wel dat hij in ieder geval heel goed dekkend is. Zie je dat? Het leukste komt zo meteen nog hoor. Hier ga ik hem even gewoon voor hitsen. Is dat een beetje zichtbaar? Ik zet hem natuurlijk voor met mijn tool. Ik moet er wel een beetje voor zitten, want anders dan kan ik hem niet helemaal goed pakken. Zo.
Kijk, en het leuke is dan, en daar is deze heel erg leuk voor. Dit heet Ultra Gloss. En nu ga je eigenlijk hetzelfde doen wat je net ook gedaan hebt. Weer deze helemaal weer beinkten met die Versamark. Zo. En dan, dit is net suiker, maar dit ziet er super leuk uit als je dat verhit. Want het gaat dus, dat zeg ik, zwemmen. En dan is één laagje leuk, maar je kunt je voorstellen als je twee of drie laagjes. Dus zie, dat is net suiker. Het is hele dikke poeder. Kijk, zie je dat? Je moet het dus niet opeten, maar het ziet er heel lekker uit. Maar het zei van de week al, mam, het is net suiker. Ik zei, ja, nee. Zo ziet het eruit, maar dat is het niet. Maar ik begreep er wel. Pak weer eventjes dat. Ik had net iets anders in mijn hand, geloof ik. Maar weet wel gekheid vandaag even niet waar ik het allemaal laat. Maar, dat je in ieder geval even wat anders gaat hij wegblazen. Kijk. Oh, ik hoop echt dat dit te zien is. Maar dit is zo leuk, want dit gaat. Kijk, dit gaat zwemmen zometeen. En dan begrijp je wat ik zo meteen ook wat ik bedoel. Ik moet even erboven, want ik heb een hele rare positie nu. Kijk, je kunt dit zo meteen een beetje gaan heen en weer wiebelen. We kunnen zo meteen ook nog wat glittertjes in gooien, dat is ook wel leuk. Nou, zo krijg je eigenlijk een zware, een gloss randje. Nou zou je er eventueel nog ietsjes kunnen verzetten door hem een beetje zo'n scheidingslijntje in te maken. We gaan even experimenteren hoor. Het is wel leuk dat gekriegel er doorheen, zie je dat? Kijk, en dat gaat dus zwemmen. Zie je dat? Oh, je krijgt er weer spiegeling van mijn lamp. Ik zet even mijn lamp uit, ja? Ik hoop dat dan voor jullie iets beter zichtbaar is. Kijk. Dan gaat het een beetje zwemmen, maar dan gaan ze meteen nog een laagje aanbrengen. Dan zie ik denk ik nog iets beter. Dit moet je heel even laten drogen, want het is natuurlijk heel nattig. Nee, dat klopt. Mijn veertjes die zijn weg. Ik heb inderdaad de primaire kleuren gebruikt. En dat zijn hele dekkende kleuren. Nou, dat kan ik niet ontkennen, want je ziet de veren inderdaad niet meer terug. Ja. Oh, ik heb deze ook al de verkeerde gekocht. Ik wilde de clear. Ja, maar deze is echt heel leuk hoor, die gloss. Dit heeft even tijd nodig om te drogen, omdat hij natuurlijk heel warm is. Nou, dan ga ik weer hetzelfde doen. En eigenlijk hoe meer laagjes je aanbrengt, hoe dikker je gloss wordt. En hoe meer je ermee kunt spelen. Nou, dus als je meedoet met de actie, hier was je Natasja had hem echt geloof ik gekocht, hè? Of Yvonne, dan maak er iets mee. Dan kun je meedoen met de kaartenchallenge. Heb je tot 15 februari kun je meedoen. Kun je echt hele leuke prijzen winnen. Dus ik hoop echt dat jullie massaal meedoen. Het is echt de moeite waard. En ik word gewoon blij van post. Dus ik zou het heel leuk vinden als jullie meedoen. Dit gooi ik weer even terug. Oh, dat is natuurlijk allemaal wat lastig. Ik heb hem ingezoomd natuurlijk, sorry. Ik ga hem even weer verhitten en hoop dat het iets beter zichtbaar is. Oh, Mieke, je moet maar eens kijken op YouTube. Staat vast ook wel heel veel over die gloss. Er is al een artikel wat al wat langer bestaat. Ik heb vroeger zo'n melting pot gehad en daar gooide je dit ook in, omdat het dan heel snel resultaat gaf. Maar je kunt ook heel leuk, stel dat je bloemetjes hebt geëmbost of uitgestanst en je gaat die bloemetjes in je Versamark dopen, net als ik met mijn cirkel doe, dan kun je je voorstellen als je dat embossingpoeder, dat je dus echt van die glansbloemen krijgt. Er zijn zoveel mogelijkheden. Kijk, en dit bedoel ik met lopen. Kijk, dan gaat die uitwaaien, zie je dat? Gaat die zwemmen. En dan kun je heel leuk dat verloop krijgen. Je krijgt er een heel grappig effect mee. Nou, en als je wilt, zou je er nog wat glittertjes in kunnen doen. Ik heb hier nog wat glittertjes. Dus ook moet je wel een beetje snel zijn, want dit droogt natuurlijk wel een beetje. Nou, stel dat ik wat glittertjes op doe.
Dus dat is natuurlijk in één keer wel heel veel wat hij pakt. Maar ik zal even kijken. Kijk, dat smelt er dan ook gewoon in. En dan komt er weer glittertjes op. Zie je dat? Kijk, en dat gaat ook lopen. Zo kun je het nog een beetje verdelen. Begrijpen jullie een beetje het effect? Ik vind het leuk. Je kunt echt kunstwerkjes maken zo. Nou, laat ik hem nog één keertje drogen. Ga ik nog één keer met die gloss eroverheen. Maar dan hebben jullie denk ik wel een beetje het idee wat het doet, hè? Kijk, het is ook heel leuk als je zeg maar lichtblauw naar donkerblauw doet. En dat laat je een beetje verlopen. Krijg je natuurlijk, ik heb nu bewust gekozen voor twee tegenstrijdige kleuren. Maar je kunt je voorstellen, als je het in één geheel doet, dan krijg je, dat heb ik hier gedaan, maar dan heb ik de transparantere kleuren gebruikt. En dan gaat die vloeien. Wat ik dan gedaan heb, is er nog goud doorheen gedaan. En is die helemaal droog, heb ik hem gewoon lopen buigen. Dan komen er allemaal krekkeltjes in. Streepjes in, nerfjes in. Maar dat hoeft niet hoor. Als je hem zo houdt, dan. Ja, dat is dit. Emailleren, ja. Ja. Leuk hè? Oh, ik vind het leuk dat jullie het ook leuk vinden. Ik denk, oh, straks vinden jullie het helemaal niks. Maar het is wel een hele leuke techniek. Kijk, ik ga nog één laagje voorzien. Maar zie je wat hoe mooi die glans is? Dus het is ook heel leuk om, nou, in plaats van een cirkel, bijvoorbeeld een bloem uit te stansen. Of kleine bloemetjes uit te stansen. Of bijvoorbeeld een hart, nog met Valentijn of een Moederdag. Die je leuk met roze en rood maakt met die gloss eroverheen. Je krijgt er echt een dikkere laag op. Goedemorgen, Kobi. Vroeger op school. Oh ja, dat heb ik niet gehad op school, maar. Nou, nog een klein beetje erop, maar je kunt dus dit soort dingen net zo lang doorgaan dat je zelf wil, hè? En je kunt er op zich ook in stempelen, alleen ja, dat mag ik natuurlijk niet adviseren, want dat kan je stempel altijd aantasten. Maar het is wel een grappig effect als je erin gaat stempelen. Dan ziet het er zo uit. Kijk, dan zie je dat het er ook een beetje in ligt. Zie je dat? Er zit een soort laagje onder. Nou, ik doe nog één laagje eroverheen. Oh, leuk. Wat leuk om te horen, Nel. Nou, leef je uit. Ik zou het echt leuk vinden als jullie meedoen met de challenge. Het enige wat je hoeft te doen is een kaart te maken. Op te sturen naar Kippers. Dus echt een kaartje versturen via de post. Of je gebruikt de artikelen van Viva Decor. Of je laat een embossingtechniek zien. Wil je het helemaal fantastisch doen, dan meng je die twee met elkaar. Dan krijg je. Nou ja, iets wat met Viva en met embossingpoeder gemaakt is. Stuur die voor 15 februari naar Kippershobby. Ik zet zo meteen het adres in waar die heen mag. Ter attentie van Martine. Dan hoop ik echt superveel kaartjes te ontvangen. En dan mogen we drie winnaars bekend maken. En die maak ik ook live bekend. Dus ik neem die kaartjes ook echt mee. En ik laat ze ook even hier live zien. Dus ik hoop echt dat jullie allemaal massaal mee gaan doen. Ik zou het echt heel leuk vinden. Zo. Dit weer af. Dit is dan wel mijn laatste, want dan, ja, het gaat even om het effect wat het geeft. Maar ik geloof dat jullie inderdaad wel helemaal losgaan met de ideeën of het nou hartjes zijn, bloemetjes zijn. In dit geval eigenlijk heel saaie cirkel. Ik moet weg tot volgende week. Helemaal goed, Ali. Tot volgende week. Ja, of Tineke, of misschien heb je nog iets in huis van Viva. Dan hoeft het niet. Maar het is wel, embossen is wel echt een techniek die nou. Zo, toen ik net begon met knutselen en ik knutsel al mijn hele leven, bij wijze van spreken, was het er al. Dus dit is echt dit bestaat al heel lang en het komt ook elke keer weer terug. Het is niet dat dit een hype is en dat het een jaar duurt en dat het dan weer voorbij is. Nee, embossingpoeder bestaat echt al heel lang. Er komen alleen steeds weer nieuwe producten ter aanvulling bij. Maar de techniek blijft hetzelfde. Ik had ook wat tijd herstel. Oh, Claudia. Oeh, nou, succes, wetenschap. Ik weet niet wat je gaat doen, maar. Nou ja, kijk wat mogelijk is. Hè. We gaan het elke maand doen hoor. Dus Claudia, je kunt ook zeggen: ik doe volgende maand mee. Je mag uiteraard gewoon elke keer meedoen. Hoe meer ziel, hoe meer vreugde. Kijk, zie je hoe. Je kunt dus echt een beetje gaan spelen met je heat tool door ja, het ergens anders heen te laten zwemmen. Zie je dat? Ja, het is lastig om. Ik zie het gebeuren, maar het is heel moeilijk om dit vast te stellen op de camera, ben ik bang. Maar zo met die glittertjes erbij is het ook een leuk geheel. En het is relatief. Nou, als je een minuutje wacht, dan is die droog. Maar snap je dat dit wel heel leuk is op je kaartjes te gebruiken? Met zeethema. Ja. Nu wordt ze helemaal wel de trend, hè?
Frankfurt is nu aan de gang. Dat is zeg maar een beurs voor eigenlijk alleen maar winkeliers. Maar je ziet inderdaad ook heel veel het zeethema terugkomen. Dus dat is wel heel. Ik ben gek zelf op zeemerminnetjes en dat soort dingen. Dus ik kan helemaal los. Oh, je ziet de golfjes wel? Ja, is toch leuk? Nou, top. Leuk. Het is goed te zien. Nou, gelukkig. Dat is altijd wel af en toe dat ik het moeilijk vind om het over te brengen op de camera. Nou, hebben we wel op zich hier een hele goede camera hangen. Maar het is soms best lastig omdat in real life is iets anders dan dat je dat via een scherm ziet, zeg maar. Welke inkt zit er overheen? Ik heb gewoon embossing kleurtjes gebruikt. In dit geval gewoon de reguliere kleurtjes. Daarom is het hier zo dekkend, hè? Als je de transparantere hebt, dan zie je de ondergrond nog iets meer. En dan heb ik Versamark vervolgens aangebracht. En dan doe ik er, en dat is eigenlijk de truc van deze techniek, dat is de Clear Gloss Ultra High. En dat is een soort suikerembossingpoeder, dus echt wat dikker, wat stugger. En die geeft echt dat glanzende effect. Ik zeg al, het is nu gewoon heel saai een cirkel, maar je kunt je voorstellen dat je leuke hartjes uitstanst of dat je leuke bloemetjes uitstanst. En je gaat deze techniek toepassen op de bloemetjes of op je hartjes. Dan geeft dat wel een heel leuk effect. En je kunt er nog alles toevoegen. Ik heb later nog wat glittertjes erbij ingestrooid. En die kun je ook weer mee verhitten. Dus zo kun je heel veel kanten op. Super. Nou, Beb, leuk. Dankjewel. Ja. Oh ja, de beurzen komen natuurlijk ook allemaal weer aan, hè? Leuk. Nou, ik vind het lief, al jullie reacties. Leuk. Dus nou, ik zou zeggen, het lijkt wel een beetje een glazuurkoekje. Ik krijg er honger van. Nou, inderdaad. Echt dat superzoete glazuur. Leuk. Nou, graag gedaan. Ik zeg heel graag tot volgende week. Volgende week ga ik ook echt iets heel leuks doen. Daar heb ik nu al super veel zin in. Dus dat ga ik nog even allemaal goed voorbereiden. En ik hoop echt dat jullie massaal doen mee met de kaartjes. Ik zet het adres zo meteen gewoon in deze omschrijving. Hè. Dus bij Kippershobby, even kijken via YouTube. Dan zou ik het als omschrijving erbij zetten waar het kaartje heen gestuurd mag worden. En uiteraard met welke producten ik de live heb laten zien. Dus sorry dat het is iets later geworden dan normaal. Maar leuk dat jullie het allemaal in ieder geval een leuke uitzending vonden. Ik vond dat ook dus. Ik zeg heel graag tot volgende week maandag 9:30. Yes? Doeg!